vliegen in een noodgang. En ik hou van snelheid en zeker ze duivel in een rotgang verloren gaan. Maar dan moet je wel van doordrongen zijn. Maar die autoriteit heeft God, Heer Jezus, aan ons gegeven. De autoriteit om te weerstaan. Maar je moet eerst met het eerste punt beginnen. Onderwerp je aan God. En als jij onderwerpt, zeg Heer, ik geef mij helemaal over. Ik ben van u gekocht en betaald door het kostbare bloed van Jezus Christus. En als je daar je gaat overgeven, broeders en zussen, mag je ook als erfgenamen van de rijk in de hemelen, als koningskinderen, mag je ook getuigen, maar mag je ook dan handelen en zeggen, in de naam van Jezus, verdwijnt Satan, je hebt hier niks te zoeken. Want ik ben een tempel van de Heilige Geest en ik ben gewassen door het kostbare bloed van Jezus Christus. En als je zo tegenaan staat, dan laat hij je los. Hij zou wel moeten, want dan ken je niet tegenop. Dus ga nooit in die slachtofferrol van alle geklaag en gezeur, wat een hoop tijd kost. Maar ga altijd in de autoriteit van Jezus naam staan. Proclameer Gods woord. En als je dat gaat proclameren, dan gaat kracht vanuit. Maar zeg Gods woord, ook al zeg God in je woorden duidelijk, mijn woord zal nooit ledig wederkeren. Omdat er kracht vanuit gaat. En daar gaat zo'n kracht vanuit. En daar moet u goed van de drommel wezen. Uw positie in de Heer. En al denk je wel eens als je de omstandigheden kijkt. Oh heren, dat gebeurt in de wereld. En dat gebeurt er. Hoe moet het? Oh, help, help, help. Helemaal niet. Het is God die alles onder controle heeft, broeders en zusters. En niemand anders. En ik kan me nog zulke machthebbers hebben. Die denken, oh, ik heb alles nu onderhand zo'n beetje in handen. Nee, het is God die beslist. Maar het is ook zo'n wonder bij Elisa. Om de Gods wil ook te verstaan in je leven. Elisa die gaf zijn wil over aan God. Hij was gewillig aan de vraag van de dienstknecht van God aan Elia. Op de vraag om te volgen. En hij gaf alles op. En juist omdat ik ook een boer ben, kijk maar eens goed indenken wat een enorme beslissing geweest is. Letterlijk je ploeg verlaten en volgen. En wegwezen. Gewoon met de profeet mee. Maar je ziet de vruchten. Want doordat Elisa gehoorzaam was, is die zo'n zegen geweest voor het hele volk Israël. Want toen ze in oorlog waren met de koning van Aram, u weet wel. En toen die ook de profeet ook wou arresteren, Elisa wou arresteren, want die verklapte al de geheimen waar die koning binnen zou vallen. En die bracht die over aan de koning van Israël. Dus die was op de hoogte waar hij aangevallen zou worden. Dus die koning, dus die man, die zegt op een gegeven moment tegen zijn dienaar, die koning van Aram, waar zit de verrader onder ons? Want iedere keer mislukt ons plannetje hier om stiekem Israël binnen te vallen. Want dan staan ze al te wachten op ons. En toen zegt, ja, dat doet de profeet, want die krijgt het van de God van Israël. En die krijgt het. Hij zegt, dan gaan we die arresteren. En u weet, s'nachts, toen kwamen ze, hebben ze een stadje belegerd, waar Elisa overnachtte met zijn knecht. En de ochtend Elisa, zijn knecht, nou die deed bekend in zijn broek, zo schrok die toen hij buiten die stadsmuren keek. Gigantisch leger van Aram, om het kleine stadje heen. Hij denkt met zijn natuurlijk ogen, dat is foute boel. Dat wij worden gepakt, wij worden gevangen genomen. Dus die met angst. En de staart tussen zijn benen, zeg maar zeggen, wij spreken, ging hij naar Elisa toe. Oh, help, want dat komt niet goed. Wat doet Elisa? Hij bidt tot God, Heer, opent de ogen van mijn knecht. Amen. En de ogen werden geopend. Ja. En toen keek hij met bovennatuurlijke ogen. En toen zag hij een gigantische hemelse legermacht van strijdwagens en engels, vijanden door engelen. Dat was zo gigantisch. Dat was het leger, het zichtbare leger, die van Aram. Want dat viel het niet. En toen was hij ineens, oh nee, we hoeven niets te vrezen. En u weet het wonder verder hoe toen ging. Dat God het nog hun met blindheid sloeg. Dat ze ziende niet zagen. En Elisa nam ze mee. De stad in, Samaria in. De stad in van de koning. En de koning was zo verheugd, die dacht, hey, die wil ik gelijk een kopje kleiner maken. Maar dat mocht niet. Hij zei, nee, die geeft ze eten. En nu kunnen we zien, broeder, zuster, geschiedenis die er ook in aan vastzit.
Hij gaf ze te eten. En die krijgslieden van Aram, die waren beschaamd. Maar ze kregen zelf nog eten, terwijl ze had kunnen doden. Ze zijn nooit meer geweest. En zo moeten wij ook hier een les uittrekken, broeders en zusters. Ook, al denk je, ik ben net gekke Henkje, maar doet dat allemaal goed. En moet je zien wat anderen doet. Maakt niet uit. Onze beloning bij de Heer. Maar niet hier. We moeten geen beloning van mensen verwachten. Echt niet. We moeten het van God verwachten. En daar moet je die schatten verzamelen. Zoals Matthäus Evangelie, weet ik ook. We hebben een prachtig hoofdstuk 6. Matthäus hoofdstuk 6. Alles in over bezorgdheid, alles. En ook over schatten vergaderen. In hoofdstuk 6, 33 zijn ook ze heel duidelijk. Van verzameld, of daar nog geen schatten waren verzameld. Maar we moeten het koninkrijk van God eerst zoeken. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En de rest zal je toegeworpen worden. Nou, wat toppen dan? We moeten nooit gewensen behagen. We moeten God behagen. En daar zijn we voor hier bij elkaar. Om hem aan te roepen. En de wonderen tekenen van hem te verwachten. En hij wil ook zijn kinderen ook geven. Enkel uit genade alleen. En daarom, toen keek die knecht met heel andere ogen. Want hij zag de grote daden van God. Die zag hij letterlijk voor zijn ogen. Vandaag en daar ook, leef ook in een tijd, broeders en zusters. Met enorm veel de technologie van de computers. Nou, er wordt met die computers wordt er wat kennis ingeduwd. En op de knoppen gedrukt. En hij spoegt de conclusies eruit. Veel mensen die zeggen, nou ja, de computer geeft aan. Oh, mijn levensverwachting, ik ben zo oud en die toestand ben ik, ja. Oh ja, mijn levensverwachting is zoveel jaar. Terwijl de gekke dingen niks van weten, God weet het. Want God, je hebt het allemaal in hand. En vandaag de mensen, toen wij de wereld, is bekend helemaal afhankelijk geworden van de technologie, van de computers. Alles wat hij eruit spoegt, van statistieken, van levensverwachtingen, van kansen en bedreigingen, laat ze eigenlijk helemaal lijden. Maar moeten ze eigenlijk laten lijden. Dan kom ik weer terug op Gods woord. Laat dat een leidraad in je leven zijn. En daar kom je goed aan. Maar met al die wereldse zaken, waar ik ook net ook voorgelezen heb uit Gods woord, wat ook zo duidelijk stond in 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 15, 17, zat ik zo duidelijk in. We moeten niet wereldgelijkvormig worden. We moeten naar de Heer toe behoren. En al hebben je verdrukking, al hebben je pijn en moeite, en ook vernedering, en ook bespotting, en ook beschimping. En Paulus ook zat meegemaakt op zijn rondreizen. Maar hij zat ook in een gevangenis. Maar de gevangenen bewaren van Filippi, weet u wel. En hij ging de Heer loven en prijzen. En daar moet hij ook doen. Moet hij ook eens doen als je alleen bent of gezamenlijk. Maar als je problemen hebt, je hebt echt pijn. Ook in je omstandigheden. Ga dus geestelijke muziek opzetten. En gooi die decibels voluit, dat heel die kamer bekend opgeblazen wordt. Door de lofprijzing van de Heer. Nou, dan stijg je letterlijk op. En dan ga je. En dan kom je boven je omstandigheden, broeders en zusters. En dat heb je allemaal nodig. Want ik onderschat de tijd heus niet. Want ik zit er nog middenin. Al ben ik dan 73, ben ik nog niet oud. En daar gezet. Maar ik wil je gewoon mee aangeven. Ik voel echt dat de Heer ook met zijn kinderen is. En hij beschermt ons. En hij geeft ook altijd, dat is ook een wonder ook voor Gods kinderen, weet je dat? Hij geeft ook de engelen als dienende geesten. Om je te beschermen, om je te leiden. En de Heilige Geest geeft hij om je te onderwijzen. Om je richting te geven. Dat is toch geweldig. Dus je bent zo rijk gezegend. Dus doe de koppeling wat de Heer aan ons gegeven heeft met de Heilige Geest. En laat niet de computer uw leven bepalen. Want het ding als je droom hebt, valt met heel gekke dingen niet meer. En dat is alles over. Ja, en dat is allemaal reële dingen die gewoon verkondigd. En daarom zijn wel mensen, heel veel mensen, die beginnen nu een bang te horen. Oh, als je droom eens uitvalt. Oh. Ja, dan gaan er echt gekke dingen gebeuren. Goed, rust. Maar stel je vertrouwen op hem. En als we ons vertrouwen op hem stellen. En dan zijn ze bijzondere dingen ook meegemaakt, broeders en zusters, ook in hem verbonden. Want als je ook aan de Heer Jezus ook de kracht ontvangt, en ontvang je de kracht om verder te gaan met de Heer aan uw zij. En dat is nog zo'n prachtig stuk, en de Petersbrief is ook altijd zo mooi, radicaal, broeders en zusters, een paar versen voorlezen,
uit 1 Petrus hoofdstuk 4. 1 Petrus hoofdstuk 4. De versen 1 tot en met 6. Er staat heel duidelijk in. Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij uw wapenen met dezelfde gedachte, dat wie naar het vlees geleden heeft, ontrokken is aan de zonde. Om niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God, de tijd die nog rest in het vlees te leven. Want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandelde in allerlei losbandigheid, begeerte, dronkenschap, brassen, drinken, onzedelijke afgoderij. En daarom bevreemd hen dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid. En zij belasten u, maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan hem die gereed staat om de levende en de doden te oordelen. Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wel naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch naar God, wat de geest betreft, zouden leven. Want dat is toch geweldig, broeders en zusters, wat een belofte in Gods woord weglegt voor zijn kinderen. Te verwachten niet van mensen, maar verwacht het van God. En zeker nu de tijden duisterder worden, nu de tijden donkerder worden, want we zien het letterlijk om ons heen gebeuren, dat ook de zonde ook toeneemt, dan weet u één ding. In deze tijd zijn God zijn kinderen nog meer macht, nog meer autoriteit schenken om te overwinnen in Jezus' naam. Gewoon omdat Jezus is overwinnaar. Dus zie niet op uw omstandigheden of wat dan ook, maar zie op hem die alles volbracht heeft en die prijs en die de prijs goochelend betaald heeft. En daarom wou ik ook gaan eindigen en ook een oproep doen. Als er mensen onder ons zijn hier, hebben gebed nodig voor ziekte of wat dan ook, die zijn we, dan gaan we het voor Gods troon brengen. Niet dat ik wat ken, maar bij God is alles mogelijk. Daarom moeten we altijd Gods aangezicht zoeken. Breng het voor hem en wees overtuigd dat hij met u zal zijn al de dagen van uw leven, in Jezus' naam. Amen. 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 Ik mag spelen.